Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV Skyrim, waar we de vorige keer deze draak achterlieten. Deze Blood Dragon. En nu we hier toch in de buurt zijn, want het was heel toevallig, kwam het zo uit dat deze draak verscheen vlak voordat we aan onze contracts konden beginnen. Want, als ik me niet vergis, woont hier Hearn. En Hearn is een vampire en wij ook, maar wij zijn ook vampire hunters. Dus, waarom niet? We gaan naar binnen, we gaan kijken wat we kunnen doen. Waarschijnlijk de vrouw van Hearn, Hurt genaamd, is ook een vampier. En waarschijnlijk gaat die zich ermee bemoeien als we niet stil genoeg zijn. Dus ik probeer dit heel zachtjes te doen. Maar waarschijnlijk omdat het vampiers zijn, zijn ze nu wakker. Ja, daar zitten ze. Ze hebben me nog niet gezien. Wel als ik beweeg, dan weet ik het zeker dat ze me zien. Zo goed is mijn sneak nu ook weer niet. Dat is... Oké, ze zien me niet. Dat is een voordeel. We gaan kijken of we dit kunnen oplossen. Zonder al te veel. Dat is één. En nou heeft Hurt mij gezien. Oké. Hearn, bedoel ik. Het is heel verwarrend. Hurt, Hearn. Hearn, Hurt. I'm hurting Hearn. Oké. En nou oprotten. Ik heb hier geen zin in. Bounty is nu ook weg, omdat ik dus beide vermoord heb. Oh, scaled horn, scaled boots. Oh, dat is best goed. Goed spul. Wacht even, vent. Wacht even. Jij had een jurk bij je? Oké. Nee, best. Als dat jouw ding is, dan moet je dat vooral doen. Wauw. nog een sleutel. Hide. Kijk, dat jij een jurk bij je hebt, dat snap ik. Maar jij? Een jurk? Weet je wat? Ik ben ook de slechtste niet. In al jullie ondode doodheid mogen jullie bij elkaar liggen. Huppa. Jij op bed. Jij ook. Oh, nee, kom op. Mee. Mee kom jij. Oh, pas op voor je stoel. Pas op voor je stoel. Hier. Nou, in eeuwigheid samen. Is dat niet mooi? Ik steel trouwens jullie kist even leeg. Want je weet maar nooit. Ik kom hier waarschijnlijk nooit weer terug. Dus... Ja, kijk. Oeh, schoenen. Wauw. Hoef ik niet. Ja, dat is allemaal gestolen spul natuurlijk als ik het meeneem. Dus verkopen kan ik het niet. Dus alleen gold en leather strips en dingen die ik echt kan gebruiken. Garlic bijvoorbeeld. Dat... Jullie zijn vampieren en jullie hebben... Oké. Nee, ik ga het niet eens vragen. Oh, en trouwens, ik ren over jullie tafel en ik doe zo van... Hoppa. Mooi, wegwezen hier. Het is ook werkelijk een prachtig spel. Als je er gewoon zo doorloopt en gewoon eens eventjes naar je omgeving kijkt. Het is ook werkelijk een prachtig spel om te zien. Goed, we zijn bijna in Mordhall. Mordhall is ons andere contract voor nu. Totdat Astrid heeft bedacht wat we gaan doen met de request van de Nightmother. Want Astrid gelooft niet zo in de Nightmother. Die vindt het allemaal een beetje lari. Maar wij geloven daar natuurlijk heilig in. Maar we zijn nu in Mordhall. En hier moeten we Lurbuck, een ork, zanger, een bard van de Bard's College, moeten we hier zien te vermoorden op een bepaalde manier. Er zijn voor deze kleine opdrachten zijn er nooit restricties. De vorige opdracht bijvoorbeeld moest met die poison. Nou heb ik die poison niet gebruikt. Ik heb hem zelfs verkocht later. Die Lotus Blossom Extract, of zo heette die poison. Het is niet altijd nodig om dat te doen, maar er komen opdrachten dat je op een bepaalde manier iemand moet ombrengen. En dan heb je eventjes niet al die vrijheid die je gewend bent. Goed, daar is... Oeh, mijn muis even kwijt. Hier ben ik. Hallo. Dit is Lurbuck. Is the line for my next performance starting already? Come on, don't be shy. Plenty of room for everyone. Oké. Misschien moeten we eerst dat aan de barvrouw doen. Dat hij eventjes afgeleid is, zodat we hem rustig kunnen vermoorden. Ik ga eventjes kijken of ze een patroon hebben, of hij nog ergens anders gaat staan. En dan ben ik zo bij jullie terug. Ah, kijk eens aan. Lurbuck is on the move. En ik sta hier heel toevallig een beetje met een zwaard te zwaaien. Niemand die het erg vindt. Oké, Lurbuck. Oh, deze deur kan niet dicht. Dat is jammer. Volgens mij hebben wij een... Is the line for my next performance starting already? Come on,
Don't be shy. All right. How about this? Shadows creep and phantoms leap. A man's got, he's got scared, and the demons dare to visit upon him, all which they feared. Mooi hoor. I know. It's a gift. Prachtig. Oké, nou ga je eraan. Kan jij mij serieus niet zien van de vier? Jawel toch? Ben je nou echt zo blind? Nou ja. Sorry. Doeg. Sorry, ja. Oeh, lekker. Bier. Niemand. Jij ook al in jurk? Oké. Volgens mij heeft het gewoon te maken met het feit dat ik een dame ben en dat je dan alleen maar vrouwenkleding kan vinden. Anders is het wel heel creepy dat al die mannen hier een jurk hebben. Hallo. Your skin's as pale as the snow. You scared of sunlight or something? Ja, klopt. Nou goed, niks dat hier. Niks dat ik hier verder kan doen. Zij heeft niet eens door dat hier een lijk ligt nu. Ik zal hem eventjes verbergen, zoals het hoort. Ja, soms dan kun je iemand niet dragen. Dat is een bug die ik heb ontdekt. Dan moet je het wapen eventjes pakken en weer terug doen. Want dan is het wapen een deel van het lichaam geworden. En dan wil je niet, dan kun je hem niet dragen. Dat is een kleine bug in het spel. Maar goed, we leggen jou ook even gewoon netjes op bed neer. Want dat is wel zo keurig. Dan denkt iedereen dat je gewoon in je slaap gestorven bent of zo. Hoppa. Ja, prachtig. Oké, in de split. Vooruit dan maar. Hey, dat been ook hier. Zo. Vooruit. Je mag naakt zijn. Ik vind het niet erg. Beetje eng, dat wel. Maar goed. Hey, bedankt hè. Doeg, doeg. Volgende keer een biertje van mij. Nu we toch in de buurt zijn. En blijkbaar is hier een gevecht gaande in de buurt. Maar daar gaan we ons niet mee mengen nu, want we gaan ook eventjes naar Oostengraaf. Want Oostengraaf is een van de plekken waar we heen moeten voor de main quest voor de Horn of Jürgen Windcaller. Dus nu we hier toch zijn, gaan we gelijk even een kijkje nemen hier binnen in Oostengraaf. Oostengraaf is een zogenaamde Draugr, een soort van catacombe, zeg maar. En hier in deze catacombe zullen we dus waarschijnlijk ook heel veel Draugr tegenkomen. En skeletons en dat soort dingen. Heel veel ondoden. Dus ik hoop dat ik daar een beetje goed bestand tegen ben. We zullen er snel genoeg achter komen. Oh, er is hier wat gaande. In de achtergrond. We gaan eens even proberen of we hier wat mee kunnen snipen. Ja, jij ook maar. Gewoon meenemen het spul. Oké. We willen een muffel hebben. Voor onze voeten. En we willen een conjured boog hebben. Om op afstand een beetje range damage te doen. Oh, dat deed haar zeer. Oh, in één keer dood zelfs. Dat deed dus heel wat zeer. Oké. Plof. Mooi zo. Dat schiet mooi op. Waarom ik eerst de mages vermoord? Dat heeft ook een goede reden. Want als mages of necromancers specifiek, als die iemand ondood onder hun commando hebben, zoals je daar net zag gebeuren, dan is die ondode ook gelijk uit het spel als je de mage vermoordt. Dus dat is wel lekker handig. Kist. Oh, glass war axe. Die dingen zijn awesome. En duur. Meenemen die hap. Ik weet niet waarom, maar ik vind het leuk om iedereen naakt achter te laten. Ik heb een soort van. Kijk, hier zie je dus een ash pile. Dus hier is een werker voor hun geweest. Of een ondode. Jij zit er echt raar bij, vriend. Ik zal je eventjes in een fatsoenlijke positie neerleggen. Ai. Fatsoenlijke positie. En daarna steel ik je schoenen en je ring. Die vind ik toch wel fijn om te hebben. Goed, niet veel anders hier. We gaan even verder kijken. Dieper in de dungeon. Wat hier allemaal is. Hier ligt een conjurer.
En een speltoom. Even kijken of ik die al kan. Nee, maar die heb ik nu wel geleerd. Spels zijn altijd welkom, wat voor school dan ook. Oh, ik hoor wat. Oh. Ik moet wel een beetje verborgen blijven, anders doe ik geen extra schade meer. En aangezien mijn character gebouwd is op het extra schade doen, is het toch wel handig dat ik dat ook daadwerkelijk doe. Oké. Okay. Jij bent weg. Ja, boog is echt mijn hoofdskill eigenlijk. En dat wil ik eigenlijk ja, toch ook een beetje zo houden. Daggers gaan waarschijnlijk ook een rol spelen, maar daggers kan ik dus niet conjuren. Kan ik niet tevoorschijn toveren met magic. Dus daar moeten we iets op vinden, dat we een goede dagger kunnen vinden. Er is wel een quest voor. Maar ik wil natuurlijk wel dat jullie dat ook goed vinden. Ik moet niet zomaar een quest gaan doen en in één keer een dagger gebruiken, terwijl ik heb gezworen om eigenlijk nooit een wapen te gebruiken. Hoppa. In the face. Even kijken of hier nog wat interessants is. Een hele lading met urns. Nou ja, ik ga even looten. Het is soms wel goed dat ik dingen zoals dat eruit knip. Want als ik deze twee schatkamers, wat ik daar allemaal uit heb gehaald, als ik dat moest laten zien, waren we weer 5 minuten kwijt voor helemaal bloody niks. Oké. Okay. Want er zat echt, nou ja, een paar gold in totaal. 2 gems. 1 boek. Wel een skillboek. Dat is, dat moet ik toegeven. Skillboeks zijn verrotte handig. Dat is hier beneden. Ik moet trouwens, wat mij ook is verteld, en dat vond ik een hele goede tip. Oh, hier hangt een ketting. Ja, dat dacht ik al. Dat zag er al uit. Kun je nagaan. Ik kan echt niet met die axes omgaan. Ik stoot zo mijn glas om. Allemaal bier op de grond. Even kijken. Gold. Heel veel gold. Tankard moet weer uit mijn inventory, anders dan vergeet ik hem en dan draag ik hem jarenlang bij me. Even zien, heb ik die shout al? Mij is verteld, nee, nog niet. Er is een shout, genaamd Aura Whisper. En dat is een shout die ik heel graag wil hebben. Wat doet Aura Whisper? Je ziet alle levenden en ondoden op het scherm in een soort van ja, wall hack. Dus als er iemand om een hoekje staat, kan ik hem nog steeds zien. Dus dan hoef ik niet de hele tijd te sneaken, want als ik zie dat er niemand in de buurt is, kan ik gewoon hard oplopen. En dat is super handig. Maar ook als je op verre afstand aan het snipen bent met je boog. Is dat alles? Nou. Maar ook als je op verre afstand aan het snipen bent met je boog, dan is het dus heel handig om die extra visibiliteit te hebben. Dat extra stukje zekerheid dat ik mijn doel ga raken. Maar goed, vanaf hier gaan we dus weer sneaken, want ik voel het al aankomen. En ik hoor het ook al. Draugrs everywhere. Tjok. Zo doen we dat. Straight through the heart. Er is een perk die ik straks... Oké, okay, oh, nice. In de nek. Ik zeg trouwens wel straks, maar ik kan hem nou al toevoegen. Want ik weet van de vorige aflevering nog dat ik een perk over heb. Dat is waar ook. Er is een perk hier in archery, steady hand. Nu gaat de tijd langzamer als ik inzoom met mijn boog. Dus dat is super handig voor mensen en draugrs. Want mensen en draugrs die gaan nogal wat snel als ze bewegen. Oh, je laat wel een rare afdruk achter, vriend. Ik weet niet hoe lang je daar al staat, maar... Je had jezelf wel even mogen verschonen in de tussentijd. Oh, Iron Helmet, extra verkoopkracht. Zo moet je het wel hebben. Ik kijk ook altijd op de... Oh, daar gaat mijn boog. Dat is een goede tijd om ook weer even muffel te doen, zodat we weer stil zijn. Stil zijn is meer waard dan je in de eerste instantie denkt. Oh, hier kwamen we net vandaan, ja. Stil zijn is meer waard dan dat je in de eerste instantie denkt. Heel veel mensen denken van, ja, als je maar onzichtbaar bent, dan komt het wel goed. Het komt over het algemeen wel goed, maar je hebt ook vijanden, zoals bijvoorbeeld de Falmer. En alle automatons van de Dwemer, de machines, die gaan niet op beeld af, maar op geluid. En dan ben je best wel fucked als je geen standaard muffle in je spellist hebt. Ik zou altijd muffle gebruiken. Natuurlijk is naast Muffle Invisibility ook een fantastische skill.
Maar beide gecombineerd maakt je echt compleet onzichtbaar en onhoorbaar en dus eigenlijk onvindbaar voor de tegenstander. Dus hou dat in je achterhoofd als je ermee bezig bent. Als je een sneaky type build wil maken in Skyrim, zorg ervoor dat je en muffled en invisibility. Oh, nice. In het hoofd. Hoppakee. Sneak attack voor 3x schade. Maar met die handschoenen van ons moet het toch 6x worden? Of vergis ik mij daar nou in? Nou ja. Oh, iron. Altijd meenemen. Je kunt iron op 2 manieren meenemen. En alle andere ores geldt het ook voor trouwens. Je kan ook nu op E drukken. Ja, nu niet meer, want het is nu klaar, zeg maar. Maar normaal gesproken kun je druk op E drukken. En wat dat doet is, dan krijg je een... Oh, dat is vuur. Hallo. Dan krijg je een soort van animatie dat je de oors gaat minen. Dat is handig voor een enkele oor die heel moeilijk te bereiken is. Maar over het algemeen wil je dat liever niet gebruiken. Ga je gewoon in first person erop weghakken. Want dat gaat echt 2 of 3 keer zo snel dan als je die animatie gebruikt. Dat is echt heel sloom. Maar goed, even kijken. Oh, jij staat er een beetje vervelend, vind ik. En niet lang meer. Nee, nou sta je daar niet meer. En nou jij nog. Oh, die is mis. Tegen de muur. Als je een arrow tegen de muur schiet, is ook helemaal niet erg. Want dan gaan ze kijken van, hé, wat is daar gebeurd? Ze kijken niet waar het wegkomt, maar ze kijken naar de muur. Waar de pijl, zeg maar, op afgeketst is. En daarop gebaseerd gaan ze denken van, oh, hier kan wel eens wat zijn. Het is trouwens een vage kamer. Oké. Okay. Het is niet mijn stijl van in-huis decoratie. Ja, je moet ervan houden natuurlijk. Draugrs vinden dit waarschijnlijk geweldig. Mossige, versleten look. Oké, waar ga jij heen? Toch maar even lopen. Af en toe weer gewoon even wat extra snelheid maken. Komen we hier vandaan of is dit een ander pad? Nee, dit is een ander pad. Oké. Gaan we gewoon verder. Oké, dit ziet er ook uit als iets dat absoluut niet een valstrik is. Oh nee, ik loop erin. Ja, het is een valstrik. Oké. Blijven sneaken. 2 draugrs en sterke draugr. Valt volgens mij mee. Restless draugrs. Oké, die zijn niet zo heel sterk. Deze is heel dood. Dat is een gewone draugr, niet langer. Hoppakee. Zo. Ik vind het wel cool dat ze, zeg maar, halverwege die dungeons hebben ze ook allemaal van dit soort traps overal neergelegd. Je kan er zelf in vallen, maar je kan ze natuurlijk ook op een tegenstander. Waarom kan ik jou niet looten? Hallo. Besta jij nog in het spel of leef jij stiekem nog? Volgens mij leeft deze nog. Hier ligt ook één. Oké. Gold. Altijd gold meenemen. En daar heb ik ook een hele goede reden voor. Want gold, dat heeft geen gewichtswaarde. Dus gewoon altijd meenemen. Oh, kijk eens aan. Handig. Greater Soul Gem. Filter of Destruction. Het klinkt heel wat, maar stelt niet echt veel voor. En voor onze character hebben we er al helemaal niks aan. Kunnen we iets disenchanten? Even iets dat ik gewicht kwijt kan raken. Oh, Minor Restoration Robes. Nou, vooruit. Zo. Goed. We gaan vlug verder. Want we willen niet de hele dag besteden aan het rondkijken in een oude tombe. Althans, ik kan met dit weer buiten wel betere dingen bedenken. Het is nog net even een mooi dagje geweest. Ik hoor alleen dat het volgende week meteen weer winterweer is. Dus ja, daar heb je ook niet veel aan. Maar goed. Hey, je moet wat. Hoppa, boog. Yes. Oh, dit is best cool. Hallo. Regent het nou hier? Oh, het regent buiten. Oh, dat is buiten al. Oké, cool. Dan moet er dus ergens op de overworld een groot gat in de aarde zitten, zou je zeggen. Ik heb het nog niet gezien hier in de buurt, maar... Ik ben een beetje een scout als het om dit spel gaat. Ik kijk altijd eventjes in de omliggende buurt, zeg maar, voordat ik naar een dungeon ga. Misschien dat ik een alternatieve ingang vind of dat soort dingen. Maar, een rode maan. Oh, dat is cool. Ik had dit nog niet gezien.
Oh, dat is trouwens ook niet echt een ingang, want daar leidt geen pad naartoe. Dus lijkt me ook zeer sterk. Oké, vuur. Hallo vuur. Ik kom eens even kijken wat hier gebeurt. Oh, een Draugr. Leuk. Jij ligt op die trap, vandaar dat er vuur is. Dan sleep ik je dat toch even af. Je mag me later wel bedanken. Wij springen er wel even overheen. Hoppa. Chest. Steel arrows kunnen we ook weer verkopen. Oké. Hoppa, dat was echt een no-brainer. Er is nog één, hoor ik. Hij ziet me niet. Wauw, hij zag me echt niet. Ik stond recht voor hem en hij zag me niet. Oké. Garnet. Flawless garnet. Die zijn beter en meer waard. Kun je andere juwelen van maken. Ja, voor degene die het zich afvroegen. Je kan meer met gems dan alleen verkopen. Je kan er ook juwelen van maken. Dus zodoende. Er zit ook een skelet te chillen. Niet lang meer. Ik vind het wel grappig. De pijlen die botsen zeg maar van skeletten af. Dat is Hallo. Wauw, ik ben echt heel goed in sneaking, blijkbaar. Pickpocketing. Pijlen, oké. Ik denk dat... Oh, daar staat er nog één. Tjoep. Nou, mooi. Dat is ook net het einde van onze... Oh shit, dat is... Ik kan niet teruglopen. Nou ja. Dan maar hopen dat we het overleven. Ik zou net zeggen, wat een interessante waterval. En dan sta je opeens op het randje van. Oh, en een word of power. Eens even kijken wat voor woord we vandaag gaan leren. Muffel voor de goede orde. Wat gaan we leren, wat gaan we leren, wat gaan we leren? Fade, become ethereal. Fade is een hele handige shout. En ik zal ook meteen uitleggen waarom. Er komen vaak in het spel komende gebieden voor, zoals bijvoorbeeld het gat in het plafond waar ik het over had. Dat je denkt van, oh, als ik hier val, dan ben ik wel dood. Dat is niet de bedoeling. Maar wat kun je dan doen? Je kan deze shout erbij pakken. En ik heb nog een Dragon Soul van onze vorige aflevering. En dan kun je dit doen. En nou word je een geest. En nou ben je tijdelijk onsterfelijk. Heel tijdelijk ben je onsterfelijk. En des te beter de shout wordt, des te langer dat duurt. Je kunt dan zelf ook niks, maar je kan ook geen schade krijgen. Dus dat is super handig om bijvoorbeeld een hoge afstand te springen. Of om te ontsnappen aan bijvoorbeeld als je twee draken tegenkomt. Ik heb het een keer gehad op mijn PlayStation Let's Play. Had ik, ik heb geen Let's Play gedaan, maar ik heb dat gewoon zelf gespeeld. Dat is wat ik bedoel te zeggen. En misschien, hoppa. Op de PlayStation dus, had ik een keer voor elkaar dat er twee draken kwamen. Nou, twee draken is belachelijk moeilijk om mee om te gaan. Dus ik dacht van, doei! Maar ja, ze bleven mij mijn schade doen. Dus ja, wat moet je dan? Ik dacht, ik word een geest, ik spring van de afgrond. Die draken volgen mij niet, want die blijven er boven om de guards en dat soort dingen te vermoorden. Oh yes, level omhoog. Wat gaan we doen? Ik denk dat archery, eerst... kiezen, Magicka. Ik denk dat archery toch onze hoofdskill blijft. Dus deze maken we continu sterker. Elke keer als je deze kiest, doe je 40% of 20% meer schade. Totdat je op een gegeven moment dubbele schade doet. En dat is belachelijk. Vooral met deze bound bow is het belachelijk om zoveel schade te doen. We nemen de arrows eigenlijk alleen maar mee voor het verkopen daarvan. Dus zodoende. Even kijken, we staan hier... voor een dichte deur. Oké. Ik zie hem al. Dus ik moet hier langs. Oh nee, hier langs. Hier langs. Hier langs. En dan gaan ze weer dicht. Oké. Whirlwind sprint. Wat nou als ik... alle drie tegelijk doe. Ja, dan blijft die... Oh, dan blijft hij even open. Oké. En wat nou als ik zeg maar... Wat nou als ik er zo langs sta? En dan rolt. En dan... Ja hoor. Kijk eens aan. Net op tijd. Goed gedaan, Jan. Hoppa. Mooi zo. Oh, jij bewoog. Deze desiccated corpse bewoog nog. Dat is een beetje creepy. Er is hier dus iets in de buurt.
En zoals het eruit ziet zijn het spinnen. Dus bij deze arachnofobische mensen en dergelijke en mensen die andersweg bang zijn voor dit soort beestjes, eventjes je ogen afwenden. Oh, dat is mis. Moet ik wel die spinnen raken natuurlijk, anders is er geen hoop voor de mensen die bang zijn voor spinnen. Die hebben het weg. Mooi. Oeh, dat was nasty. Er kwam echt een heel raar sapje uit die spin. Oh, dat was nasty. Pijl in je kaak. Oh. Hallo, zie je dat? Er zit er een boven. Dat is cool. Oh, je valt wel raar, vriend. Ah, oké. Nou, spinnen dood. Eventjes de frostbite venom eruit halen. De eggs eventjes looten. Want eggs zijn leuk voor potions. Ik weet niet meer precies wat ze doen, maar ik weet nog dat ik ze nodig had in bepaalde potions. Oké. Nee, wacht even. Eventjes een andere tactiek. De spinnen zijn nu voorbij, hoop ik. En anders dan... het spijt me. Dan heb ik gelogen. Dan heb ik je nu een trauma bezorgd of zo. Nee, spinnen zijn over. Mooi. Oké. Okay. Oh, dit is cool. Dat is heel cool. Ik wou dat ik elke keer als ik mijn flat binnenkwam, dat er dan dit gebeurde. Weet je wel? Oh. En dan overal water. En dan schoonmaken. Vooral het schoonmaken gedeelte lijkt me fantastisch. Mysterious note. Dragonborn, I need to speak with you. Urgently. Rent the attic room at the Sleeping Giant Inn in Riverwood, and I'll meet you, a friend. Huh. Je hoort dus blijkbaar de Horn of Jurgen Windcaller te zitten, maar die zit er niet. Fijn. Er is hier dus iemand geweest en die wil dat we naar Riverwood gaan. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Want ik heb die hoorn nodig voor de Greybeards. Even looten, wat er nog te looten valt. Ik neem aan dat die persoon die hier geweest is alles heeft meegenomen. Oh nee. Ja, deze urn is al empty. Oh, deze niet. En deze ook niet. Oh, wat aardig. Die persoon heeft nog wat loot voor ons achtergelaten. Oh, hier ook. Heel veel gold. Gold, 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 gold. Hoppa, gold, gold, gold. Chest. Elven Greatsword of Debilitation. Ching. Solution of Strength, Staff of Zombies. Bandit Iron Armor of Minor Conjuring. Hele mond vol. Doet er waarschijnlijk niks mee. Apprentice Robes of Restoration. Oeh. Dat is wel cool, want Restoration gebruik ik nog alles. Om mezelf te healen, vooral overdag. En Magicka Regen op een item. Dat is ook wel fijn, want... nu heb ik, zeg maar, ook in zonlicht een beetje Magicka Regeneration. En dat betekent dus dat ik me altijd kan healen. Maar wat geef ik daarvoor op? Even kijken. Shrouded Armor. Ik geef daar 40 armor voor op en Poison Resistance. 40 armor is wel heel veel. En ik krijg een bonus omdat ik de hele set heb. Ik denk dat ik toch de Magicka Regen op een andere manier ga doen. Want, even kijken, hier bij Restoration. Op level 30 kun je een perk kiezen die heet Recovery. En dan krijg je natuurlijke Magicka Regeneration. Meer dan dus gewoonlijk, als een vampier. Als een vampier overdag heb je namelijk 0 Magicka Regeneration. Dus dat is denk ik de manier dat we gaan doen. Want deze armor is toch wel erg goed. En ja, we hebben ook een beetje bescherming nodig. Kijk, als we nou echt zo zeker van onze zaak zouden zijn, dat we zouden zeggen, nou, we sneaken altijd en we zijn onzichtbaar. En we hebben een bound boog. Dan geef ik even het verkeerde voorbeeld, want dat was niet een boog. En ik heb een bound boog, dus ik ben op afstand en onzichtbaar en niemand kan mij horen. Nou, dan ben je eigenlijk onsterfelijk. En dan kun je dus wel wat armor opgeven. Want ja, zolang je niet gezien wordt, waar je niet... Oh, hallo. Oh ja, dit is dus die kamer die ik heb overgeslagen met laten zien. Want het was zo'n grote kamer met allemaal troep. Het was gewoon allemaal troep. Het was gewoon niet leuk om te zien. Anyway, we gaan naar Riverwood om daar deze quest blijkbaar af te maken.
Maar ja, we gaan dus via de restoration route gaan we een beetje aan onze natuurlijke Magicka regen werken. En zo zijn we inmiddels beland in de Riverwood Inn, een van de eerste inns in het spel waar je ooit komt. Even kijken, hier op de world map Riverwood. Hier is Helgen, hier ontsnap je uit van de draak, kom je hier langs de Ember Shard Mine en de Guardian Stones. En zo kom je in Riverwood. En hier moeten we dus de zolderkamer gaan huren. Maar dat doen we niet vandaag, want de tijd zit er alweer op. De tijd vliegt als je ondode mensen aan het beschieten bent met een magische boog. Dan vliegt de tijd. In ieder geval, wat we wel gaan doen voor vandaag is, we gaan zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Krimi TV Skyrim.